Hoi. Hoi. Ja, weer verpest. Nee. Oké, wij gaan vandaag echt een vet leuke vlog doen. Of gewoon helemaal niet, maar daar gaan we achter komen. Want, Renny, wat gaan we doen? We gaan in een zwembad zitten en dan gaan wij breustabletten erin gooien. En kijken wat er gebeurt. Maar niet allebei gaan in het zwembad, toch? Nee, we gaan via envelopjes kijken wie de Sjaak is en wie erin mag gaan zitten. En ja, dan kom maar assistent, kom maar even die envelopjes brengen. Oké, ga nu pak maar. Ik wil echt niet. Hey! Ik wil echt niet. Ja. Lekker voor je! Ik ben een lucky bastard en ik hoef niet in het zwembad. Ik zei het je toch? Reddy is de Sjaak. Je moet hem al even laten zien hoor, je mag ja, het. Hij was boos. Oké, okay, kijk, nee, even voor boos. De goede orde. Wat gebeurt er als we in de klas Ik ga me ondertussen even omkleden. Ja, Reddy, doe maar lekker je kleren uit, jongen. Reddy is de Sjaak. Oké. Nou, ja, je ziet het ook echt heel goed op camera, maar dit bruist. Bruist best aardig. Het bruist op zich best goed. Oh, dit is wat leuk. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt als we zo meteen 100 bruistabletten bij Redny in het zwembad gaan gooien. Nu nog 99. Gewoon mijn eigen jacuzzi. Je eigen jacuzzi. Oké. En die groot ook. Ook die niet. Nee. Anders dat niet kijken. Okay. Ik ga even de camera draaien en dan als Sofie even wil helpen met die dingen erin gooien. Nee, ik wil wel dan gaan we kijken wat er gebeurt. Oké, de camera is gedraaid. Renny, heb je er al een beetje zin in? Zeker. Ja? Dit is wel ook echt perfecte formaat voor jou. Gelukt dat met drie? Ja. Ik ga wel lukken. Hoe voelt het? Oké, dit kan echt twee kanten op gaan. Of het wordt echt heel erg interessant en grappig. Of het wordt echt dat je denkt, dit is echt boring as fuck gewoon. Maar oké, ben je er klaar voor? Ja, kom maar. Ja, wel een beetje verspreiden, want er zit niet op, twee, op mij. Twee, één. Niet op mij, niet op mij. Niet bewegen. Niet bewegen, je moet blijven liggen. Het bruist wel. Voelt het een beetje alsof je in een jacuzzi zit? Niet zo bewegen, want dan stopt het met bruisen. Dat is vals spelen. Nee, het ligt onder mijn rug. Hè? Ja, dat is goed. Dan krijg je ook bruising onder de rug. Dat is wel lekker, man. Zo'n jacuzzi. Ze komen drijven. Even kijken of je het ook hoort. Dan kan je normaal toch drinken? Je hoort het ook echt zo sissen gewoon. Yo, kijk hoe vieze kleur dat water krijgt. En hij gaat zo meteen al plakkend. Bij Ali onder de douche. Oh, ja. Ik heb natuurlijk geen bakken water. Ik moet zo even een handdoek pakken. Randy is heel traag. Nou, hoe vond je deze drie? Proef het even, Randy. Oh, jij komt eruit. Ja, maar dat staat niet op film. Oh, dat gaat niet nog even. De mentels zijn weg. Doe het even. Maar vind je het lekker? Ja. Ja? Ja. Wil je het vaker? Oh, echt aan. Zou je het vaker? Radny is weer schoon en fris en fruitig. Ja. En het is eigenlijk wel een beetje een tegenvaller. Ja. Het is niet echt wat we verwacht hadden en gehoopt hadden. We hadden ook gewoon even moeten uitrekenen hoeveel bruistabletten op hoeveel water moest. Want dat hebben we ook niet gedaan. Ja, en denk geen bruistabletten, maar andere tabletten voor een keer gebruiken. Dus wat eigenlijk, echt schuimt. Het was al geen vlog, want het was meer een soort van challenge, weet ik veel, opdracht, iets. Maar we hebben weer het is meer een flop geworden nu. We hebben even een nieuwe uitdaging. Ali had toen straks een glas gevuld, wat jullie voor het filmpje te zien hadden. En daar heb ik op later nog twee bruistabletten bij ingedaan. Dus dit is nu... Hier zitten er in totaal dus drie in. We doen er nog één bij. Nee, wacht even. Eerst allebei zo. Ik heb hem gedaan. Het is nu heel zuur, want dit is de citroensmaak. En we gaan steeds verder totdat die leeg is. Nee. Jawel. Nee. Ik ga niet al die dingen opmaken. Schiet op, neem een slok dan. Oh,
Dat stint niet af. Oh. Hoeveel zitten er nu al in? Dit is de vierde. Kom. We gaan steeds verder totdat hij leeg is. Sofie is echt slechte assistent. Ze is drinken voor de kind gaan halen. Vroeg kocht ze cola voor me mee. Wanneer komt ze terug met alleen drinken voor ik de kind. Ik heb niks over die cola. Je hebt dat drinken daar. In mijn tas, in de woonkamer, die plastic tas naast de bank zit een energy. Moet die weggooien? Nee, er zit nog wel wat in. Dat is echt vies. Cola? Tabletje nummer 4. Hoor het is breuzen? Ik kan nog steeds zenuw trekken. Ik krijg spontaan maag als je erbij begint. Nou mag jij beginnen. Hop, hop. Vieze, vuile, vette zwijn dat je er rondrent. Nou mag jij beginnen met drinken. Ja, maar het bruist toch? Ik moet toch wachten. Ondertussen krijgen jullie een wachtmuziekje, net als bij de dokter. Boom-pi-doom-pi-doom-pi-doom-pi-doom-pa-dam. I don't like this at all. Oké, schiet op met je bruis iets. Hij is bijna uitgebruist. Drinken uit zijn bruis, joh. Nee, gekkie, dan krijg ik een bruisluis. Wat is een bruisluis? I have no fucking idea. Jij, nee, ophouden. Nee. Ah, kom op man, boeien. Nee, ophouden. Luisteren nou. Ja, scheiterd. Wel luisteren naar jouw vlogs, maar... Nee, ik heb geen zin om zometeen weer nieuwe te moeten halen. Ik heb dat 's ochtends nodig, ja. En als jij nu alles opmaakt... Ik drink dat elke ochtend. Oh, dat is ook weer daarom mocht die niet in het zwembad, omdat dat mijn eigen is. Drinken. Die was niet voor de vlog bedoeld, die was voor mezelf bedoeld. Voor jou doe je ik denk een maand niet meer. Wat is dat? Limonade. Dat is echt naast je zo. Kun je dat drinken? Ja. Wil je ook proeven zo? Nee, hou eens op. Jij drinkt gewoon limonade, schatje. Normaal drinken. Hij is bijna op, maar nog niet helemaal. Maar ik ga gewoon doen, ja. Het was net al echt heel erg zuur, dus ik heb eigenlijk helemaal geen zin hierin. Potje voetbal? Maar. Niet nippen, wat even goed. Let me. Potje voetbal? Jij mag. Ik hoef niet meer. Ik ben helemaal klaar mee. Atte, atte. Oh, dit drink je. Oké. Je hebt ook een witte veeg. Nee, een beetje. Okay, een beetje nippen. Moet je maar proeven. Nee. Leuk geweest. Nee. Ik kan voor de rest niks gebeuren. Leuk geweest. En afgelopen nou. Doei.